Goedemorgen. Bij mij is het vroeg in de ochtend, maar misschien kijk je dit wel 's avonds, dus goedenavond. En leuk dat je kijkt. We gaan lekker bezig met Hatha Yoga, Hatha Flow Yoga. Dus maak je plekje comfortabel. Zorg ervoor dat je sowieso een rustig plekje hebt waar je niet gestoord wordt. En leg alvast wat spulletjes klaar, zoals een kussentje, een dekentje. Eventueel een band of een riem en dan ben je helemaal klaar om te starten. En dan beginnen we in een zittende houding. Dus kom rechtop zitten. Handen en armen ontspannen. Je kan een mudra maken met je handen. Verleng je rug. Verleng je nek. En tegelijkertijd laat je je billen, bekken en je benen naar beneden gaan, verbinden met de grond. En misschien zit je op een kussentje, duw dan je zitbordjes het kussentje in. Dus je benen zijn verankerd in de grond en je bovenlichaam, je hoofd reikt omhoog. Sluit je ogen. Maak contact met jezelf. Laat alle gedachten los. Voel het, hoe het op dit moment met jou gaat. Wat speelt er in je systeem? Welke gevoelens zijn er? Welke gedachten zijn er? Fysiek, misschien voel je wat stijfheid of wat pijntjes. Merk het op. Glimlach ernaar. En kijk of je het dan ook weer kan loslaten. Dat je zonder oordeel kan observeren. Word bewust van je adem. Als je ademhaling hoog is, ga dan bewuster naar de buik ademen. Adem met je borst en je buik. Gebruik je hele ademhalingssysteem. Laat het middenrif naar beneden gaan, zodat de buik wat naar voren komt. En blaas ook weer goed uit. Dat vergeten mensen vaak. De focus ligt vaak op de inademing. Maar de uitademing is net zo belangrijk. Een goede uitademing is heel belangrijk om weer ruimte te maken in de longen voor frisse nieuwe lucht voor de inademing. Dus blaas goed uit en laat je uitademing minimaal net zo lang duren als je inademing. Het liefst nog ietsjes langer zelfs. Voel dan voor jezelf hoe je ademhaling voelt. En kijk of je dat gevoel kan opslaan, zodat je tijdens de houdingen er iedere keer bij terug kan komen. Dus een houding kan veel van je lichaam vragen. Je ademhaling kan daarbij helpen om te ontspannen, om meer kracht te geven, om energie te geven. Dus voel nu, terwijl je zo in een rustige houding bent, stil zit, hoe een normale, fijne ademhaling voelt, zodat je dat terug kan halen als je in de houding bent. Gaan we de kin naar de borst bewegen. Laat het hoofd daar hangen. En maak dan ook je bovenrug een beetje bol, rond. Je zakt iets naar achter, je kantelt het bekken iets naar achter. En dan kan je misschien je
De rugspieren wat voelen trekken. Ik ben nog niet zo heel lang geleden opgestaan, dus mijn rug voelt nog wat stijf. Blijf hier. En dan maak je weer een rechte rug, om rechtop. Pak nu met je handen je knieën vast of je bovenbenen en maak dan een overdreven holle rug. Dus duw je borst naar voren, duw je schouderbladen naar achter en naar beneden en kijk schuin omhoog. Een soort trotse pauw. Duw je borst naar voren. En kom terug. Breng beide handen op je schouders, breng je ellebogen naar elkaar toe en draai open. Grote beweging. En als de ellebogen weer bij elkaar zijn, draai je de andere kant op. Breng je armen dan weer laag en beweeg je nek van rechts naar links, je hoofd eigenlijk. En ook van voor naar achter. En je mag hier een beetje freestylen, dus sluit lekker je ogen en voel waar jouw nek naartoe wilt, waar je de meeste stretch voelt, waar het pijnlijk is of juist heel soepel voelt. En als het pijnlijk is, ga er dan niet te veel overheen. Ga niet forceren. Beweeg lekker al het andere wat wel goed voelt los. En dan kom je weer terug in het midden. Breng je gezicht weer recht naar voren. En dan komen we op onze hurken. Dus je kussentje mag weg als je erop zat. Kom op je hurken. Zet je handen voor je neer. En dan gaan we om en om heen en weer wiegen. Dus waarschijnlijk wil je voeten nog iets wijder zetten, wijder dan je handen. En dan gaan we het gewicht helemaal naar ons linkerbeen brengen en dan rollen we onze rechtervoet plat af. En zo wisselen we naar de andere kant. Ga zo door. Je kan je bekken voelen, je liezen kan je voelen. Een warming up, stretch voor je benen. En kom dan ook weer terug in het midden. Kom naar handen en knieën. En dan kan het fijn zijn om je sokken uit te trekken als je die nog aan hebt. Ik gooi ze uit beeld. Dan gaan we naar de eerste neerkijkende hond van vandaag. Duw je tenen in de mat. Lift je knieën. En strek dan je armen uit. Maak je rug lang. Hou je knieën nog een beetje gebogen. Sterker nog, we gaan ze iets dieper buigen. Dus je duwt je knieën naar beneden. Je duwt je billen naar achter. Alsof je naar voren gaat springen. Maar dat doe je niet. En doe dat minimaal 5 keer. Blijf ook gefocust op je adem. En dan strekken we de benen zoveel mogelijk uit. Duw je handen plat in de mat. Kantel het bekken, span je buikspieren en bekkenbodemspieren aan. Duw je billen schuin omhoog. En voel dan de lengte langs de achterkant van je been. Kijk dan nu naar je handen. Buig je knieën en stap alleen je rechtervoet tussen de handen. We gaan de benen nog iets verder losmaken. Zet je achterste knie aan de mat, leg je voet plat neer. En dan blijven we hier. Dus zet je handen plat op de mat, rechts en links naast je voet. En laat je hoofd even hangen. Kin komt naar de borst, buig nog iets dieper door de voorste knie. Adem. Voel je lichaam, observeer.
gaan we wisselen. Dus we brengen onze achterste knie weer de lucht in. Tenen in de mat, lift de knie. En dan gaan we terug naar de neerkijkende hond. Zoek even de stretch weer op. En dan gaan we onze linkervoet tussen de handen plaatsen. Dus kijk naar je handen en zet de voet naar voren. Als je niet in één keer met je voet tussen je handen komt, dan zet je hem gewoon halverwege. En dan help je met je hand je voet nog wat verder naar voren. Maakt niks uit. Zet je handen weer aan weerskanten van de voet plat neer. Laat je hoofd hangen. En laat het gewicht naar de vloer gaan, naar beneden. Dan liften we opnieuw de achterste knie. Gaan we nu naar voren stappen. Dus zet je achterste voet naar voren naast de andere voet. En buig dan naar voren. Kijk of je je elleboog kan vastpakken. En dan hang je nog iets dieper. Je mag je knieën buigen. Laat je hoofd hangen. Schud nog even je hoofd en je nek los. En wieg dan ook je bovenlichaam van rechts naar links. En kom in het midden. Armen los. En dan rollen we onszelf met een bolle rug omhoog. En als je staat, draai nog een paar keer de schouders naar achter. En kom vooraan je matje staan. Handen, armen langs het lichaam. Verbind je voetzolen. Met de mat. Laat het gewicht van je lichaam op je voeten rusten. Vind je adem. Vind dat fijne ademtempo. En op de inademing breng je dan je armen voorlangs omhoog. Maak een lichte achteroverbuiging vanuit de bovenrug. En op de uitademing spreid je je armen en duik je voorover. Adem in, maak een horizontale rug. Kijk, schuin naar voren. Adem uit, buig terug. Buig je knieën en stap met beide voeten naar de hoge plank. Span je buikspieren aan. Kom dan op de uitademing naar de lage plank. En deze kan je ook via je knieën doen. Draai je schouders naar achter, lift je borst voor cobra. Of strek helemaal de armen uit voor de omhoog kijkende hond. Maar pas op als je rug gevoelig is. Adem uit, kom naar de neerkijkende hond. Daar zijn we weer. En blijven we 3 ademhalingen hier. Pardon. Kijk of je je hielen nog iets meer kan uitduwen. De lengte in je rug kan vinden. De lengte in je benen. En gaan we op de inademing ons rechterbeen optillen. Hou je heupen naast elkaar. Buig dan de knie. En zwaai je voet tussen de handen. Onze achterste voet blijft staan zoals die nu staat. Dus de tenen wijzen naar voren. En dan komen we met ons bovenlichaam omhoog. Dus deze is al ietsjes actiever. Je kan je handen op je bovenbeen brengen. Maar je mag ook meteen je armen liften. En dan kan je iets dieper buigen door je voorste knie. Adem. Ontspan je schouders. Gezicht is ontspannen. Kijk naar de voorkant. Van je matje. Kijk recht naar voren. En misschien buig je een paar keer nog iets dieper. Voel de stretch langs je heupen. Voorkant van je bovenbeen. En breng dan je handen weer naast de voorste voet. Doe een vinyasa, dus kom naar je hoge plank.
Lage plank. Adem in cobra of omhoog kijkende hond. Adem uit, neerkijkende hond. Dan blijven we 3 ademhalingen hier. En waarschijnlijk voelt de neerkijkende hond nu al ietsjes makkelijker en soepeler in je lichaam dan de eerste keer van net. Adem. En dan gaan we ons linkerbeen optillen. Hou je heupen naast elkaar. Buig je knie en zwaai je voet tussen de handen. Zet je voet goed neer en kom dan omhoog. Buig door je voorste knie. En als je iets verder wilt, lift je je armen. Kom mooi rechtop. Krachtige buikspieren, span ze aan. Bekkenbodemspieren zijn aangespannen. De schouders laag. Adem. En misschien buig je een paar keer wat dieper naar beneden. Voel de strekkingen. En dan breng je de handen weer naast de voorste voet. Stap je naar achter, doen we opnieuw een vinyasa, dus een hoge plank. Lage plank, adem in cobra, omhoog kijkende hond, adem uit, neerkijkende hond, 3 ademhalingen hier. Gaan we beide knieën buigen? Stap, loop of spring je beide voeten tussen de handen. Breng je neus richting de knieën. Adem in, maak een horizontale rug. Adem uit, buig terug. En dan gaan we de armen spreiden. Kom je met een rechte rug en gestrekte armen omhoog. En dan breng je de handen voor je hart. En je armen helemaal laag. En dan sta je weer voor je matje in de berghouding. Vind je ademhaling. Als die wat sneller gaat, breng je hem weer in balans. En verbind je voeten weer met de mat. Laat je gewicht van je lichaam rusten op de mat. En gaan we op de volgende inademing de armen voorlangs omhoog brengen. Lichte achteroverbuiging. Spreid je armen, duik voorover. Neus naar de knieën. Adem in, horizontale rug. Buig terug en stap met beide voeten naar de hoge plank. Kom naar de lage plank. Adem uit. Adem in, cobra of omhoog kijkende hond. En adem uit, neerkijkende hond. Buig nu je knieën. Stap je rechtervoet tussen de handen. En plaats je achterste knie aan de grond. We gaan naar een twist, een gedraaide houding. Dus we zetten onze linkerhand plat neer op de mat. Strek je rechterarm omhoog en kijk naar je duim. Via je duim kijk je naar het plafond. Draai je borst naar de zijkant, dus je haalt de beweging uit je bovenlichaam. Je draait je rug naar de zijkant. Adem door. Dan gaan we de bovenste hand op de onderrug plaatsen. En dan kan je ervaren dat je nog iets verder kan openen. Kom terug. Zet je handen rond naast de voet. Dus links en rechts van je voet staan beide handen. En dan gaan we vanuit hier over naar de krijger nummer 2. Dus we gaan onze achterste knie optillen. We draaien de achterste voet naar buiten. We zetten de voet plat neer. En dan komen we als een molenwiek helemaal omhoog. Krachtige benen.
Je hielen staan op één lijn, dus check even je benen. En dan buig je door je voorste knie. Duw de knie wat naar buiten, zodat je je beenspieren in je bovenbeen activeert. En dan kijk je over je voorste middelvinger voor. Buig. Dieper. En duw beide voeten in je matje. Check even jezelf. Zijn je armen horizontaal? Knie goed naar buiten gevouwen, naar geduwd. Dus niet naar binnen gevallen. En adem. Achterste been is krachtig en uitgestrekt. En je bovenbenen mogen best een beetje warm worden, een beetje moe. Blijf gewoon ademen en geef je lichaam zuurstof die het nodig heeft. Dan gaan we vanuit hier over naar Parsvakonasana. Dus je legt je elleboog op het bovenbeen en je andere arm komt onderlangs. En dan vorm je een diagonale lijn met je arm en je achterste been. En dan kijk je in je handpalm. En draai je schouder naar achter. Dus je borst draait naar de zijkant. Adem weer door. Voel je lichaam. Voel de kracht. De energie. Het leven dat door je lichaam stroomt. En kom terug. Helemaal weer naar krijger nummer 2. Kijk naar voren. En dan breng je beide handen naast de voorste voet. Draai je achterste voet bij. Gaan we naar een vinyasa. Dus kom naar de hoge plank. Krachtige armen. Vanuit hier naar de lage plank. Adem in cobra of omhoog kijkende hond. En adem uit neerkijkende hond. Gaan we gelijk door. Dus buig je knieën en stap je linkervoet tussen de handen. Achterste knie komt aan de grond en we gaan voor een twist. Zet je rechterhand plat op de mat en je linkerarm komt omhoog. Kijk via je duim naar het plafond. Buig iets dieper door de voorste knie, misschien kan je nog een beetje bouncen. Gezicht is zacht, ontspannen. En dan brengen we de hand op de onderrug. En draaien we nog ietsjes verder. Draai je borst richting je bovenbeen. Pardon. Zet dan je hand weer neer aan de buitenkant van je voet. Gaan we over naar de krijger nummer 2. Dus lift je achterste knie, draai de voet uit. Zet de voet plat neer. En kom als een molenwiek omhoog. Ga ik even omdraaien. En ondertussen check jij je benen. Achterste been is krachtig en uitgestrekt. Voorste knie gebogen. En die duw je naar buiten. Dus de knie is in lijn met de voet en niet naar binnen gedraaid. Armen horizontaal, je bent rechtop. Je leunt niet naar voren of naar achter, maar je bent in het midden rechtop. En dan kijk je over je voorste middelvinger en buig je iets dieper. Je mag echt wel stretch voelen. Open je heupen, dus je kan stretch voelen langs je bovenbenen. Liezen kan je voelen, je benen kan je voelen, schouders kunnen een beetje moe worden. Maakt niks uit, adem gewoon door. Laat je lichaam deze houding doen. Kan die prima aan, een beetje moe worden, maakt niks uit. Blijf gewoon ademen en geef je lichaam zuurstof om deze houding te kunnen doen. Voel het effect van de houding. En op jouw volgende uitademing gaan we naar Parsvakonasana.
Arm komt onderlangs en vorm weer die diagonale lijn. Kijk in je hand en draai je schouder naar achter. Borst naar de zijkant. En ademing komt terug. Terug naar krijger nummer 2. En vanuit hier brengen we beide handen naast de voorste voet. Draai je achterste voet bij. Hoge plank. Lage plank. Adem in cobra of omhoog kijkende hond. Adem uit neerkijkende hond. Gaan we het rechterbeen optillen. En gaan we naar de duifhouding. Dus buig je knie en breng met beleid de knie achter de rechterpols op de mat. Je voet, maar leg eerst even je achterste knie neer. Dan kan je je voorste voet nog ietsjes richting je andere pols trekken. En breng je heupen in het midden. Dus je borst wijst naar voren en je heupen zijn recht naar beneden in het midden. Je kan even een beetje heen en weer wiebelen om te voelen of je echt aan beide kanten stretch hebt. En dan kom je op je vingertoppen. En een duif is geen duifhouding zonder een onderkin, dus maak je borst recht, neem je borst naar voren als een trotse duif. Zo eentje die zo'n ander vrouwtje aan het versieren is op een tak. En dan breng je je kin naar achter, maak een onderkin. Adem. En op de uitademing kom je dan naar voren, naar de slapende duif. Kom eerst op je ellebogen. En als dit goed voelt en je wilt wat meer, dan kom je helemaal liggen. Als dit niet goed voelt voor je enkel of je knie, ga niks forceren. Maar kom dan op je rug liggen. En breng je rechterbeen over het linkerbeen heen. En pak je linker onderbeen vast. Dan heb je toch de strekking. Maar niet het gewicht die op de knie of enkel duwt. Dus als je een knieblessure hebt of een enkelblessure, wees voorzichtig. Ga nooit over grenzen. In welke houding je ook bent, adem door. Ontspan. Laat je lichaam wat verzachten. Laat de houding het werk doen. Komen we terug. Zet je handen neer. We komen in een vloeiende beweging naar de neerkijkende hond. Dus lift je achterste knie en breng jezelf weer helemaal naar achter. Neerkijkende hond. En duw om en om je hielen uit. Voel weer de lengte langs de achterkant van de benen. Misschien voel je verschil tussen je rechter en je linkerbeen. En strek je benen weer uit. Gaan we naar de andere kant, dus til je linkerbeen op, buig de knie en breng met beleid de knie achter je linkerpols. Leg je achterste been neer, misschien trek je je voetbrietjes naar je rechterpols. Kom in het midden, maak een onderkin rechterrug. Nou zeg, pardon. Kin naar de borst. Trotse houding, schouders laag, adem in. En op de uitademing kom je dan naar de slapende duif. Laat je heupen zakken, maar blijf wel in het midden. Dus zorg ervoor dat je niet te veel op één kant leunt. En als dit weer niet goed voelt in je knie of enkel, dan weet je de een alternatieve versie van deze houding.
Adem door. Terug omhoog. Zet je handen neer. Terug naar de neerkijkende hond. Ah, en duw om en om. De hielen weer naar beneden. En strek je benen uit. Gaan we de knieën buigen en stappen we onze linkervoet tussen de handen. En dan draaien we onze voeten allebei plat naar de zijkant, zodat je in een spreidstand komt te staan. Dus je tenen wijzen dezelfde kant op naar de zijkant van je matje. Zet je handen neer in het midden en buig dan om en om je knieën. Dus je leunt, net als aan het begin van de les, even helemaal op rechts en dan helemaal naar links. Je mag je hoofd laten hangen. En ga zo door. Zoek de strekking op die in jouw lichaam mogelijk is. Dus misschien moet je heel diep buigen. Misschien moet je je voeten nog iets verder uit elkaar zetten. Als je te veel voelt, zet je je voeten gewoon dichter bij elkaar. Of ga je wat minder diep. Ook weer heel goed voor je beenspieren, deze. Dan komen we in het midden, strek je beide benen uit. Voel even of je voeten ver genoeg uit elkaar staan. Zorg ervoor dat de zijkant van jouw voeten parallel is met de zijkanten van je matje. Dus de voor- en de achterkant. En dan pak je je onderbenen, enkels of je grote tenen vast. En dan trek je jezelf in die vooroverbuiging. Laat je hoofd ontspannen hangen, schouders ontspannen. Je benen zoveel mogelijk uitgestrekt. Kantel het bekken, dus span je buikspieren en bekkenbodemspieren aan. Om de buiging vanuit het bekken te creëren. En adem. Blaas uit wat je los wilt laten. Blaas alle onnodige spanning uit. Alle ballast die je met je mee zult. Laat je gedachten los. Creëer ruimte. Ruimte in je lichaam. Zorg ervoor dat je ook ruimte in je energetisch en emotioneel systeem krijgt. Dus adem langs de plekken waar je de strekking voelt. Maak ruimte. En dan zetten we de handen weer neer onder de schouders, waardoor je rug wat meer horizontaal komt. Zet je linkerhand dan in het midden en zwaai je rechterarm omhoog. Houd hem vast hier en kijk net als in de vorige houding langs je duim omhoog. Yoga maakt van alles los. Blijkbaar moet er bij mij wat uit via het niezen. En wissel van kant. Adem door. En laat je hand naar beneden gaan. Zet je naast de ander neer. Buig je knieën en dan breng je via hakken tenen, breng je je voeten naar elkaar toe. En kom dan via je hurken op je billen zitten met je benen naar voren. En schud dan even de benen los. Je kan je sokken weer aantrekken als je dat lekker vindt. Ik heb best wel koude voeten, dus ik trek ze even aan. En dan kom je rechtop zitten. Gaan we naar Komuk
asana, de koeienkophouding. En daarvoor buig je je linkerbeen. Die breng je over het rechterbeen heen. En dan trek je de voet zo ver mogelijk naar achter. En het liefst heb je je knieën boven elkaar. Dus kijk maar even of dat lukt. Maak je zitbordjes vrij, dat helpt ook. En dit is optie 1. Je blijft gerust hier als dit genoeg voor je is. Als je iets verder wilt, optie 2, dan buig je ook je andere been. En die breng je dan naar de andere kant, tenenwijze naar buiten. En je komt ertussen zitten en je wilt dat beide billen in de grond zijn, beide zitbordjes. Knieën dus zoveel mogelijk boven elkaar. Adem in, breng je armen omhoog. Maak je lang. En op de uitademing kom je naar voren. Span je buikspieren aan. Je kan een strekking voelen langs je billen. Laat je je handen helemaal naar de grond toe gaan. Buig misschien nog iets verder. Bouw het rustig wat uit. Je mag je hoofd laten hangen. Ontspan je schouders. En blijven we hier. Adem naar de plekken toe waar je de strekking voelt. Alsof je ademhaling een soort wind is. Die door je lichaam heen gaat. Alle strekking meeneemt. En kom je terug omhoog. Neem je armen mee omhoog. En dan breng je je armen weer via de zijkant naar beneden. Gaan we wisselen naar de andere kant. En daar is een heel simpel trucje voor. Als je in de houding zit zoals ik nu zit, dus optie 2. Dan zet je je handen voor je neer. Lift je je billen en kom je op je voeten staan. En dan draai je helemaal rond. 360 graden en dan kom je weer zitten. En als het goed is, dan moet je nog een klein beetje aanpassen. Zijn je benen omgedraaid, dus is nu je rechterbeen boven. Voor optie 1 strek je je benen uit en breng je rechterbeen over het linkerbeen heen. Trek je je voet weer zoveel mogelijk naar achteren. Kom zitten, lift je armen, zitbordjes vrij, adem in. En op de uitademing kom je opnieuw naar voren. Zet je handen neer en verdiep. Kijk of je rustig nog iets meer ruimte kan maken. Laat je hoofd hangen. Adem door, ontspan. En kom terug. Neem je armen mee. En breng je armen via de zijkant naar beneden. En breng je benen naar voren. Schud weer even los. En kom in kleermakerszit zitten. Gaan we onze rechterhand naast ons neerzetten op de grond. Komt onze linkerarm omhoog en leunen we zijwaarts. En je kan je hand nog iets verder wegplaatsen. Je elleboog buigen en zelfs je onderarm, als je de ruimte hebt, op de mat leggen. Vouw nu weer je schouder, draai je schouder naar achter. En kijk onder je arm door naar het plafond. Mag je ogen gerust even sluiten en de strekking voelen langs je taille en flank. En kom terug. Helemaal rechtop en gelijk door naar de andere kant. En denk eraan dat je je schouder naar achter draait. Misschien zak je nog iets verder.
En kom terug. Breng je voeten naar voren. Breng de zolen van je voeten tegen elkaar aan. Ga naar de vlinder met een vooroverbuiging. Dus pak je tenen vast. Laat je knieën naar buiten vallen. Kom op je zitbordjes zitten. Helemaal lange rug. Span je bekkenbodemspieren en buikspieren aan. En dan kom je rustig naar voren gebogen. En als je je kuiten tegenkomt, kan je met je ellebogen je kuiten duwen. Open de heupen, het bekken. Op de inademing verleng je de rug. En op de uitademing kom je iets dieper. Ademen we in, komen we terug omhoog. Breng je knieën naar elkaar toe en strek je benen uit. Gaan we naar de vooroverbuiging met gestrekte benen. Dus lift je armen of breng een bandje om je voeten. Adem in. Op de uitademing kom je naar voren. Breng je handen of op je voeten, je onderbenen, je enkels. Misschien zelfs naast je benen op de mat, dat kan ook. En op de inademing verleng je. En op de uitademing verdiep je. Flex je voeten. Je benen zijn actief. En gebruik je adem weer om te ontspannen. Adem in, kom terug, neem je armen mee. Breng dan je armen via de zijkant naar beneden. Punt aan je tenen en zet je handen achter je neer, vrij dicht onder de schouders, vrij dicht tegen de billen aan. En je vingers wijzen naar voren. Ga een houding doen voor de rugspieren. Dus de omgekeerde plank. Dus lift je billen, laat ze loskomen van de grond. Wijs met je tenen richting de grond, dus rijk met je tenen naar beneden. En duw dan je heupen en je bovenlichaam nog iets hoger. Je kijkt naar boven of laat zelfs je hoofd helemaal hangen. En haal vast, span je bilspieren aan. Echt krachtig aangespannen. Span je rug- en buikspieren aan. En kom terug. Deze kennen we ook als een andere variatie. Buigen we de knieën, zetten we de voeten neer. Handen komen iets verder naar achter. Tenminste, voor mijn lichaam is dat fijn. Kijk maar even of dat voor jou ook zo is. En liften we opnieuw de heupen. Dit is het tafeltje. Laat je hoofd hangen. Of kijk naar boven, naar het plafond. En opnieuw span je bilspieren maximaal aan. Span je rug, je buikspieren aan. Dit is ook een borstopener. Je kan het in je schouders voelen. En kom terug. Kom halverwege je mat. En gaan we naar een buikspieroefening. Pak je handen vast in je knieholtes. Benen komen tegen elkaar aangeleund. Maak je zoveel mogelijk recht terug. Kom achter je zitbordjes zitten. En lift dan je onderbenen. Kijk richting je tenen. Onderbenen zijn het liefst horizontaal. En laat je handen los.
Ook weer een trotse houding. Dus probeer je borst schuin omhoog te duwen. Terwijl je je navel naar binnen trekt. Je buikspieren aanspant. Als je wil, dan lift je nog iets je handen. Dan kan je op die manier de intensiteit wat vergroten. Adem door. Heel belangrijk. Laat die buikspieren maar even trillen. Maakt niks uit. Heel goed om even ze aan te spannen, actief te zijn. Je kan het ook in je bovenbenen voelen. Blijf gewoon ademen. Laat de stemmetjes in je hoofd er gewoon zijn. Glimlach naar ze. Je blijft gewoon in deze houding. En dan pakken we weer de knieholtes vast. Zet je je voeten neer. Maak je een ronde, bolle rug. Strek je armen uit en rol af. Totdat je ligt. En dan breng je je knieën naar je borst. En trek je de knieën aan en wieg je heen en weer. Komen we in het midden, dan spreiden we de armen en brengen we het linkerbeen over het rechterbeen heen, alsof je met gekruiste benen op een stoel zit. Dan laat je je benen naar rechts toe vallen. Eerst de voeten, dan de knieën, verlig een beetje, dus kom op je buitenkant van je heup liggen. Hou beide schouders en schouderbladen in je matje en draai dan je hoofd naar links. En je kan zelfs eventueel je rechterhand nog op het bovenbeen brengen om de draaiing nog iets intenser te maken. Adem. Laat jezelf in je mat zakken. Draai terug. Voeten weer van de vloer. Kom even recht liggen. En breng je knieën weer normaal naast elkaar. Dan gaan we wisselen naar de andere kant. Dus rechterbeen over je linkerbeen heen. En laat je benen naar links toe vallen. En kom op de buitenkant van je heup liggen. Draai de schouders en schouderbladen weer in de mat. Draai je borst open naar boven. En je hoofd naar rechts. Sluit lekker je ogen, ontspan je gezicht. En draai we vanuit hier weer terug. Op je rug. Benen naast elkaar, zet je voeten dan neer en pak je kussentje. Breng je kussentje onder je onderrug, zodat je je benen omhoog kan strekken. De halve kaars, of de gebroken kaars. En leg je bovenlichaam ontspannen neer. Voel je nek, kin naar de borst, zodat de nek lang is aan de achterkant. Rug verbonden met de grond. En als je dan vanuit hier door wilt gaan naar de volledige kaars,
Dan breng je nu je onderrug van de mat, van je kussen. En dan leg je je handen in je onderrug. Loop je misschien je ellebogen nog iets meer naar elkaar toe. En loop je je handen richting je schouderbladen. Let op dat je geen pijn hebt in je nek, anders kom je terug. En heel goed voor je systeem om minimaal één keer per dag even op zijn kop te staan. En kijk of je kan ontspannen in de houding waar je nu bent. Misschien kan je nog iets verdiepen. Dan komen we terug uit de volledige kaars naar de halve kaars. Dan buigen we allemaal de knieën, zet je je voeten neer. Haal het kussentje onder je vandaan. En rol de rug af. Trek je knieën weer naar je borst. En wieg opnieuw heen en weer. Kom in het midden en leg je handen op je knieën. Draai nog even cirkels met je knieën in de lucht, speciaal voor de onderrug. Ook de andere kant op. Slaak een diepe zucht en strek je lichaam helemaal uit. Duw nog even je kin naar het plafond. Kantel je nek nog even naar achteren. En dan pak je iets warms, een dekentje bijvoorbeeld. Leg je jezelf helemaal comfortabel neer. Maak je eigen kokonnetje voor de laatste paar minuten in Savasana. Dus kom lekker liggen of zitten, mag natuurlijk ook. Warm genoeg. Ontspannen. Laten we de houdingen los. Laten we de ademhaling los, die gaat weer vanzelf. Slaak nog eens een keer een diepe zucht. Laat het allerlaatste beetje spanning uit. En maak ruimte voor de stilte. Maak ruimte voor de kalmte. En de rust in jezelf. En geef je dan over aan de rust, aan de stilte, aan het niks doen. Ik weet dat sommige mensen dat heel moeilijk vinden, niks doen. Een soort van overtuiging dat ze zich pas goed mogen voelen over zichzelf als ze productief zijn en to-do-lijstjes afwerken of dingen bereiken. Dat laten we allemaal los. We gaan gewoon liggen. We doen niks. En ik raad je aan om dat zeker in deze tijd vaak te doen. Gewoon een kopje thee op de bank. Naar buiten staren. Gewoon niks doen. Niks hoeven. En bewust worden van de gedachten die je daar dan weer over hebt. Maar voor nu laten we lekker de stilte toe. Sluit je ogen als je dat nog niet had gedaan. En dan zijn we samen stil. Dus ga keer naar binnen. Voorbij de wereld van gedachtes. Voorbij de wereld van doen. Naar de wereld van zijn. Daar zijn we samen stil. Je krijgt van mij weer het seintje. Als 5 minuten voorbij zijn, dan komen we weer terug. Nu laten we de stilte volledig toe.
om ons heen en in onszelf. Maak je adem dan weer iets dieper. Word je bewust van de ruimte om je heen.
Begin je lichaam wat te bewegen. Voel de houdingen na. En kom je rustig weer omhoog. Kom zitten. Hou nog even je ogen gesloten. Breng je handen voor je hart. Neem de stilte deze dag of de volgende dag mee in je systeem. Zoek af en toe even een momentje van rust of van stilte of van niks doen op. Zul je merken dat je daardoor weer oplaadt en dicht bij jezelf blijft. Dus je blijft communiceren en de dingen doen vanuit je gevoel. Dat geeft uiteindelijk weer een heel fijn gevoel. Dan dank ik je nu voor het meedoen, het volgen van deze les. Wens ik je een hele fijne dag of avond. Hopelijk tot gauw. Namaste.